En van harte goedemiddag, welkom bij deze live uitzending vanuit de studio's van DTV. Nou, we hebben dus dan straks een gesprek met de heer Gerard van den Berg. Deze man, zijn naam wordt deze dagen heel veel genoemd in Suriname. Hij is de directeur van Doxer Club. Hij heeft een boek geschreven. En de president heeft een aanklacht ingediend tegen de ondernemer, of tegen de schrijver in deze. Het boek gaat over corruptie op het hoogste niveau, zaken doen in Suriname. En meneer Gerard van den Berg heb ik vandaag nog gesproken. En we gaan een uitgebreid gesprek met hem doen over dit initiatief. Waarom heeft hij ervoor gekozen om het boek te schrijven? Waarom vindt hij het zo belangrijk om dit allemaal neer te pennen? En hoe ziet hij de aanklacht van president Santokki? Meneer Gerard van den Berg is in Nederland. Hij is aan de lijn. Goeiedag moet ik zeggen, meneer Gerard. Ja, goeiemiddag. Fijn dat u ons te woord wil staan. We zijn in een live uitzending hier vanuit DTV. Meneer Gerard, hoe gaat het met u trouwens? Ja, redelijk goed. Het is wat vreselijk als in Suriname, maar ik mag niet klagen. Oké, nice. U heeft een aantal jaren gewoond in Suriname, hè? Jawel, 15 jaar. 15 jaren. Mooi. U heeft het initiatief genomen, nadat u terug bent naar Nederland, om een boek te schrijven. Het boek heet Zaken doen in Suriname, corruptie op het hoogste niveau. Meneer Gerard, hoe bent u hierop gekomen? Ja. Ja, om het boek te schrijven ben ik opgekomen omdat wij, iedereen weet hoe het bedrijf, in de volksmond genoemd Doxer Club, waarom wij weg zijn gegaan, dat is een oud verhaal. En wij proberen natuurlijk toch wel een bepaalde vorm van rust te krijgen, hoe dat nou kan dat wij weg zijn. Ik laat het niet zomaar over me heen gaan dat wij daar mooi terrein met 7 huizen zomaar achter moeten laten. En dat iedereen zegt, nou vergeet het maar, weet je wel. Dus ik probeer toch mijn recht te halen. Nou, hebben wij in de afgelopen, ondanks 2 jaar dat we al weg zijn, geprobeerd om toch een restart te doen. De banken waren nog steeds geïnteresseerd. We hebben meerdere keren met de president, hebben wij geappt. Ik heb zijn privé-nummer gesproken. En elke keer als we het zeggen, we hebben het over een restart, dan is het stil, dan gebeurt er niets meer. Dus mede na de aanval van de 10 edities bagger in de ware tijd, wat ons inziens alleen maar is om mijn naam te bekladden, hebben wij het boek geschreven. En gezegd, nou, dan gaan wij eens openheid van zaken geven. Wat er nou echt is gebeurd en laten wij het zo doen dat de lezer zelf zijn conclusies kan trekken. Dus in het boek hebben wij niemand echt beschuldigd, zeker de president niet. En de lezer mag zelf beoordelen. Ja. En dit zijn feiten met bewijzen, met transcripties, met kopieën van brieven. Nou, en wat vindt de lezer daar nou van? Daarvoor hebben wij dit gedaan. Oké, u zegt met andere woorden, de conclusie die ik kan trekken, is dat u aangeeft, eigenlijk het boek is geschreven om openheid te brengen in zaken. Dat is correct. Ja. U heeft gekozen voor een cover. En op die cover heb je dus dan de president. Ik zie de directeur van Kirpalani, de eigenaar van Kirpalani. En de minister van LVV, de heer Kirpalani en de heer Siudin. Maar we komen straks op die namen en die mensen. Maar corruptie op het hoogste niveau, dat lijkt heel zwaar te zijn voor bepaalde mensen in het land. Die titel. Ja, nou ja, dat is ook wel zo. Nogmaals, mensen hebben mij gevraagd, is de president corrupt? Dan zeg ik, nee, moet je het boek lezen. Wij probeerden af te dwingen dat mensen, voordat ze conclusies gaan trekken, lees dan eerst het boek. De mensen die het boek hebben gelezen, die beamen ook dat wij de president nergens van beschuldigen, in tegenstelling. De president heeft zelfs geprobeerd om als je het corruptie noemt,
om mij toch te accommoderen. Hij heeft zelfs opdracht gegeven aan de minister. Je moet Van den Berg accommoderen zolang hij in bezit is van een gezondheidscertificaat. En ja, dat mocht niet baten, moet ik zeggen. Dus in tegenstelling, wij beschuldigen de president helemaal niet als corrupt. Dat staat ook nergens in het boek. Dat doen wij ook niet. Maar begrijpt u wel dat de president valt op de koffer? Die zegt van, het lijkt alsof je hem linkt met corruptie, want de titel is keihard op de koffer. En je ziet de president ook. Begrijp je dus dan waarom hij een aanklacht heeft ingediend? Nou, ik ben natuurlijk aan de ene kant blij dat hij het heeft gedaan. Daarvoor is het een bestseller geworden. Als hij zijn mond had gehouden, dan was hij misschien na 3 dagen het kaarsje uitgegaan. En dan zat ik misschien nog met een paar 100 boeken in huis. Dan kan ik ze weggeven op de bekende verjaardagen. Mm-hmm. Nou, dat is dus dankzij deze reactie niet zo gegaan. Wat wij wel betreuren, is dat de president reageert voordat hij het heeft gelezen. Hè? Dus, ja. En wat wij ook betreuren, als ik hem dan hoor in de Nationale Assemblée, dat iedereen die wat zegt en schrijft, iets wat wij niet leuk vinden, dat moeten wij hard aanpakken. Hè? Dat moeten wij justitieel, we moeten hem vervolgen. En dan denk ik, gaan we nou terug naar de tijd waar Suriname allemaal een hekel aan heeft gehad, naar de slaventijd, naar een dictatoriaal bewind, waarvan de journalisten niks meer kunnen zeggen, mogen zeggen, want ze worden opgepakt. Het gaat wel heel erg ver. Gelukkig zit ik in Nederland. Dus als ik in Suriname had geweest, dan daar hadden ze hem opgehaald. Nou ja. Ik denk het statieportret, dat is in het boek gebruikt in een redactionele context. En mijn inzien zou daar dus geen toestemming voor zijn vereist. Want elke keer als er in de krant een foto staat van de president, dan is daar ook geen toestemming voor gevraagd. Iedereen schrijft krantenberichten en ik kom op het nieuws en dan is daar geen toestemming voor gevraagd. Dus de rechter zal nu moeten gaan oordelen of ik dat wel had moeten doen en niet. En als ik dat wel had moeten doen, ik mag het niet. Nou, dan mag ik het niet meer doen. Nou, daar komt het op neer. Ja. Nou, oké, dat gaan we afwachten. De president zegt in een interview met collega's dat, want men vroeg hem over de inhoud. Hij zegt, het gaat niet eens om de inhoud, het gaat om de koffer. Toch? Hij vindt het niet correct dat u zijn foto hebt gebruikt. Maar ik heb ook met assembleeleden gesproken. En een van ze, meneer Jones bijvoorbeeld, die geeft aan dat het ook niet zo mooi is voor het gezicht van Suriname als de president zo op een koffer staat, waar er een link wordt gelegd met corruptie. Kunt u best wel meegaan met dat argument? Natuurlijk, ja, natuurlijk wel. Hij heeft wel, denk ik, een beetje een punt. Dat hij dat niet leuk zou vinden. Ja, dat, ik zou het ook niet leuk vinden, maar weet u wat ik niet leuk vind? Ja, maar Suriname, het gaat om de president van Suriname. En als dat gebeurt, dan gaat het niet eens alleen om meneer Santoki. Maar Suriname, de president van Suriname, komt op een koffer waar er een link wordt gelegd met corruptie. Als het waar is of niet, dat is nu niet echt belangrijk, maar dat die link wordt gelegd, vindt men van, u zet Suriname op de kaart, een beetje negatief. Ja, of ik een beetje negatief zet. Ik bedoel, Suriname staat al onderaan de lijst om te investeren en om daar wat te gaan doen. Dus dat is al negatief. Alleen, de Surinamers willen het niet horen. Hè? Die willen het niet weten. Ja. Maar er is niet voor niets dat het heel moeilijk is om investeerders te krijgen. Ik bedoel, kijk maar de Easy Doing Business, hè, de worldlijst. Daar staat hij op plek 185. En ook de journalistieke vrijheid. Daar staat hij niet goed op. Ja. Ik bedoel, en dan kunnen we wel zeggen, degene die een boek gaat schrijven, nou gaat hij dat promoten? Nee. Ze moeten nu eens een keer inzien dat ze het moeten veranderen intern. Er moet een andere attitude komen. Er moet een ander inzicht komen. Waarom wordt dat boek geschreven? Wat is er aan de hand? Je kan het wel zeggen, hij mag niet. En ik heb ook dat stuk gezien dat journalisten wat vragen. En dan zegt meneer Santoki,
Ja, je mag er eigenlijk niet over praten, want dan ben je strafbaar, mm-hmm. denk ik. Hij gaat wel heel erg ver. Ik bedoel, daarmee los je het probleem niet op wat Suriname heeft. Daarmee los je het probleem niet op. En dat boek zal ik blijven schrijven. En ook al zou ik, stel nou dat de rechter gaat zeggen, ja, inderdaad, die foto moet weg. Nou, dan maak ik er een grote docs van of zo. Of ik maak er een sheriff van. Hè? Ik bedoel, een grote sheriff zie je staan met een sheriffster. En die zet ik dan helemaal bovenaan. Dan weet iedereen ook wie we bedoelen. U vindt wel, bent wel van mening dat meneer Santokki toch wel een rol heeft gespeeld. En dat hij toch wel moet voorkomen in het geheel. Dat zegt u. Ja, zeer zeker. Ik bedoel, laat me eerlijk zijn, hè. De laatste rechtszaak in februari, nu 2 jaar geleden, daar is iedereen opgeroepen. Hè. Daar is niet alleen Calat Saldin opgeroepen, hè, de minister van LVV, maar ook hoofdveterinaire dienst. Ook de directeur van LVV. Er is opgeroepen een advocaat van het kabinet van de president. En er is de president opgeroepen. Nou, die is dan niet geweest, wat ik begrijpelijk vind. En dan zegt een rechter, die zegt, ik heb hier een brief van het hoogste orgaan. En daar had ze de brief in de handen die president Santokki had geschreven naar meneer Saldin. En toch doet u het niet. En hij zit gewoon stoïcijn voor zich uit te kijken en zegt, nee, dat recht heb ik. Nou, er zou binnen 2 weken een uitspraak zijn. Nou, weet ik wel, 2 weken, Surinaamse weken duren altijd iets langer, maar we zijn nu al aan 2 jaar. U zegt, u heeft niemand beschuldigd. U zegt, u heeft niemand beschuldigd in het boek. Maar bent u van mening dat de president van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Persat Santokki, corruptie faciliteert? Hij bestrijdt het niet voldoende. Hoe is het nou mogelijk dat de president zwart op wit opdracht geeft om het te doen. En de minister die zegt gewoon, ik doe het niet. Hij zegt, nou ja, oké, dan doen we het niet. Hoe is dat nou mogelijk? Ja. Wie is nou de baas? Ja. Nee, is dat nou ik wil meneer Saldin? Ik wilde concreet iets horen van u. Weet u waarom? Omdat ik hoor 2 dingen. U zegt, de president geeft opdracht om zaken gedaan te krijgen, maar de minister voert het niet uit. En dat heeft niets te maken met corruptie faciliteren. Dus daarom stel ik die vraag. Nee, hij faciliteert niet, maar hij bestrijdt het niet voldoende. Okay. Zo is het. Ja. Ja. Hij bestrijdt het niet voldoende. Hij had daar veel harder tegenin moeten gaan. Wat hebben we nou bereikt? Dat er een ondernemer die heel veel geld heeft geïnvesteerd, die is weggegaan. Is dat goed voor een land? Nee, het is niet goed, maar we gaan er niet meer over praten. We houden het stil en we krijgen wel weer een andere witte man, een blanke man met korte broek. Ja. Zo wordt het eigenlijk gezegd. Nee, ik ben daar. Ik bedoel, we hadden gewoon een mooi project voor een land. Echt waar. Hè? Ik bedoel, kijk de filmpjes, die staan nog steeds op internet. Het Kippie-project. Het was een mooi project voor iedereen. En het werd mij niet gegund. Nou, dat kan. Wat? Maar ik wil wel. Ja, ik laat daar niet zomaar bij zitten. Ik ga niet zomaar weg. En dat ik al mijn geld kwijt ben. Mijn pensioen ben ik kwijt. En nou ja, dan moet je maar vergeten. Waarom denkt u dat het publiek is gegund? Wat zegt u? Waarom denkt u dat het u niet is gegund? Nou ja. Ik heb het er niet. Ik bedoel, ik kreeg geen importvergunning en mijn concurrent wel. En dat was gewoon de doodsteek. Eerst mocht ik geen voer importeren. Ja, mocht het dan wel importeren. Ze hebben het tegen willen houden. Het ging een beetje te zwaar. Maar dan mocht ik het ineens niet verkopen, want er zou vogelgriep in zitten. De grootste waanzin ten top. Ja. Maar die brief heb ik wel van LPV. U weet nog de periode dat er duizenden kippen dood gingen omdat er geen voer was? U kunt zich dat nog herinneren? Mm-hmm. Ja, er lag bij ons geloof ik 200 ton of 300 ton voer in de loods en ik mocht hem niet verkopen. Ik heb zelf een interview met u hierover gedaan hoor, in het verleden. Ik was thuis bij u daar bij het project van u.
Dus ik weet waarover u praat. Alleen zeg ik, u schrijft een boek. Het boek komt uit. U praat over een bestseller op dit moment. Hoeveel hebben jullie tot nu toe verkocht? Ja, een heleboel. Wat zei u? Een heleboel. Een heleboel. Een heleboel. Wat bedoelt u met een heleboel? Nou, dat zijn er meer dan twee. Nee, ik ga de aantallen niet noemen. Oké, okay, maar het is nu een bestseller. Het is nu wel een bestseller dus. Tuurlijk. Oh, ik bedoel... Tuurlijk. En dat komt hoe de president heeft gereageerd. Iedereen wil het hebben. En het is ook viraal rondgegaan. Ik bedoel, iedereen heeft het. En de bestellingen die blijven komen. En wij blijven het ook verkopen. Ook al zou ik een ander gezichtje neer moeten zetten. Dat leidt alleen maar tot meer afgifte. Heeft u contact gehad met Vaco? Ja. En wat zegt Vaco? Ja. Kijk, Vaco, die... Kijk, als hij zegt, ik ga het niet meer verkopen, dan respecteer ik dat. Ik bedoel, ik vind het jammer, maar hij wil het misschien nu wel. Misschien gaat hij het aanvechten, wat ik uit de media haalt. Mm-hmm. Kijk, de ware tijd zegt duidelijk, mm-hmm. een brief van een deurwaarder wil niet zeggen dat ik het niet meer mag verkopen. Dat kan alleen een rechter verbieden. Ja. Maar Marco zegt, ik heb een brief van een deurwaarder, ik mag het niet verkopen, dus ik moet het niet verkopen. Nou, is een beetje kort door de bocht, maar kan het wel begrijpen. Ja, dus Marco gaat niet meer verkopen. Ik zal u... Dat denk ik niet. Misschien nu dat hij op andere gedachten is, maar die wil de problemen niet hebben. Ja. Ik zal u zeggen, ik zal geen namen noemen. Er zijn twee bekende journalisten, zijn er in Suriname, vanuit Nederland, geraadpleegd om een artikel te schrijven voor internationaal. En allebei die journalisten, die willen de problemen niet hebben omdat ze verwachten, als ze dat schrijven, wat negatief is voor Suriname, dat ze privé daar last mee krijgen. En dat zijn twee bekende journalisten. Ze hebben geweigerd dus. Zijn allebei. En die hebben allebei gezegd dat ze het eigenlijk niet willen doen. Dat wil zeggen, er is geen persvrijheid. Het is godsgeklaagd hoe dat is in Suriname. Daar kunnen de journalisten niks aan doen. En ik begrijp die journalisten. En die zijn twee stuk zijn benaderd. Kent u die namen? Uiteraard ken ik die namen. Maar die ga ik niet vertellen, want dan hebben die mensen problemen. Dus die ga ik niet noemen. Ik weet u wel... Off the record kunnen we het wel bespreken. Daar komt nog een staartje. Ja, maar daar komt nog een staartje van. Ja. Want dit is gewoon een belemmering van de persvrijheid. Ik, daarom vraag ik toch, als u die namen kent, want dit kan niet. En als die journalisten ook meewerken, dan vraag ik me af hoe vrij ze zijn in hun werk. Ik bedoel, het moet kunnen toch, om een artikel hierover te schrijven. Ja, allebei willen ze het niet doen. En het is een serieus artikel. Hè. We zijn bezig met de media hier. Want eerst verwijzen ze altijd door naar de correspondenten die we hebben of die voor hun schrijven in dat land. Hè, als je morgen een stuk hebt over Griekenland, dan is er wel een correspondent over Griekenland. Nou, dat is in Suriname natuurlijk ook zo. Ook of een schrijver die daar is, die regelmatig voor de krant schrijft. En allebei hebben ze, en ze weten het niet van elkaar, los hebben ze gezegd dat ze dat liever niet willen doen. Hmm. Nou, dat vind ik een kwalijke zaak. Wat hebben ze als reden aangegeven? Wat zegt u? Wat hebben ze als reden aangegeven? Nou ja, dat ze dat gewoon liever niet willen doen. Dat ze daar geen interesse in hebben. Oké. Okay. Hoe zit u dit? We hebben het over, vroeger had je de boekenverbranding. Hè? Dat is natuurlijk alles wat verboden moet worden. Ik krijg nu een brief, krijgen wij van een deurwaarder natuurlijk, van de heer Santokki. Die willen, ga niet lachen, ik kan u een kopietje sturen. Die willen zelfs dat de boeken die we hebben en die dan zeg maar terug worden gehaald, dat die worden verbrand onder toeziend oog van een deurwaarder. Ik bedoel, gaan we terug naar het jaar 1850 of zo. Kunt u herhalen wat u daar net hebt gezegd? Ja, ik heb een brief ontvangen van een deurwaarder die vraagt dat wij de boeken niet meer willen verkopen, de boeken terug willen halen en de boeken die we dan hebben,
dat die moeten worden verbrand, vernietigd, onder het toeziend oog van de deurwaarder. Ik bedoel, gaan we terug naar het jaar 1850. Meent u dat? Het is gewoon te gek voor woorden. In mijn inziens, op dit moment, op het wereldwijde toneel, wordt de president niet meer serieus gezien als een vooruitstrevende president. Behalve natuurlijk voor een bepaald aantal mensen in de wereld die president zijn. Maar even hoor, meneer Gerard. Ik begrijp even iets niet hoor. Even voor alle duidelijkheid. De president van de Republiek Suriname, meneer Santokki, die heeft moeite met de koffer. Ja. Hè? Want hij praat niet over de inhoud. Hij zegt, hij heeft moeite met de koffer dat zijn foto op de koffer staat. Nou, wilt hij via een deurwaarder dus dat je dat boek moet verbranden. Ik bedoel, wat heeft die inhoud te maken met de koffer? Ik ga me kunnen voorstellen als hij zegt van verander de koffer of haal mijn foto weg van de koffer en ga door met je ding. Maar dat je het hele boek moet verbranden, ik kan die link even niet leggen. Ik zal ik pak even die brief erbij. Graag. En dan zal ik je kan het niet appen voor me nog? Lezen. Ja, dat kan ook wel. Ik zou het graag willen zien. Even wachten, de brief. Dat is van een Hindoestaanse advocaat. Ze blijven elkaar toch wel altijd opzoeken. Even kijken. Rectificatie. Waar heb je het over? Even kijken. Ja, het zijn 5 bladzijden. Okay. Ze willen dat we een rectificatie plaatsen in de kranten in Suriname. Ja. Kijk, en dan zeg ik... Het is een lange brief nog? Ja, het is een lange. Ik moet hem even zoeken. Ik heb het gelezen. Oké. Okay. Maar als je het op dit moment niet kan vinden, kunt u het later voor mij sturen. Dan wil ik het wel zien. Maar dat er gevraagd wordt om het boek te verbranden, vindt u dat veel gevraagd? Nou ja, ik bedoel, dan ga je wel heel erg ver. Ik bedoel, dat doe je natuurlijk niet. Dan ga je naar de inquisitie, wat we heel vroeger hebben gehad. Dit is, maar ja. Dus hij is niet zo vooruitstrevend als dat ik had gedacht. Dus u ik zit zei... al gelijk die brief weer een beetje door te lezen. Oké, maar u zei, u had contact met meneer Santokki, u heeft zelf met hem geappt. Heeft hij u persoonlijk gesproken over dit alles? Nee, hij heeft me niet benaderd. En hij heeft mij appt me. We hebben in het verleden ook contact gehad. Hij is bij mij thuis geweest. We zijn uit eten geweest, hij met zijn vrouw erbij. Nee, hij heeft me niet benaderd. U had wel goed contact met hem. Jullie zijn gaan uit eten. Ja, we zijn uit gaan eten. Ja, ook. Ja. Had u verwacht dat meneer Santokki deze aanklacht zou indienen? Ja, tenminste wat ik op de tv zag... zag het, ja, hij ging wel. Tuurlijk, hij is ook naar de PG gegaan. Hij zegt ook dat hij iets heeft ingediend bij de Nederlandse autoriteiten om mij hard aan te pakken. Ja, dat gaat niet gebeuren. Hoe reageren de mensen in Nederland hierop? Hoe de mensen reageren, waar? Hoe de mensen in Nederland hierop reageren? Ja, eigenlijk willen die het nog ineens geloven. Zo belachelijk is het. Ik bedoel, dan stuur ik de linkjes door hoe er in het parlement wordt gesproken, hoe een journalist wordt behandeld. Ja, dan zitten ze vol minachting te kijken van jongens, staat dit wel? Dit is natuurlijk niet 2024. Ja. Dat is het hele probleem. En
Over de inhoud wilde hij niet praten. En dan maakt hij zo stampij over een foto. En nogmaals, als wij de foto weg moeten halen, dan doe ik dat echt. Ik bedoel, als een rechter dat zegt, zal ik dat doen. Niks aan de hand. En dan? Het boek wordt vertaald in de Engelse taal. Dat betaal ik in de Elecaricom verdeeld. Hij kan het krijgen zoals hij hebben wil. De bal ligt bij meneer Santokki en de rest. Maar het is meer het autoritaire gedeelte van ik ben de president en ik bepaal en ik. Daarmee los je het probleem niet op. Ja. Ik bedoel, op deze basis van ik heb gelijk, daar ontstaan oorlogen van, terwijl dat niet had gehoeven. U zegt, gaan het rustig afwachten. Oké, u zegt aan het begin, u wil openheid brengen van zaken. Maar we weten ook dat u diep teleurgesteld bent in de manier hoe uw zaak, vooral met de heer Kirpalani, hoe die zaak is afgehandeld. Is er ergens niet een kwestie van wraak nemen en toen dat boek... En toen heeft u dat boek geschreven. Heeft het te maken met... met de wraak op de man? Nee, kijk. Een geschil... als je ondernemer bent, heb je altijd wel eens een keer een geschil. En dan heeft dat... Met wraak wordt niemand wijzer. En dat zou ik ook niet doen. Hè. Wij hebben nog nooit negatief gesproken over mijn collega's, concurrenten. Nog nooit. Dat is een mentaliteit die een Nederlander heeft. Dat zal ik nooit doen. Ik zal niet negatief over Ellie's praten. Niet over de andere broederijen of slachterijen. Peter van Dijk, SP. Dat zullen wij nooit doen. Daartegenover is het wel de mentaliteit van een aantal Surinamers. Hè, om mee zwart te maken. Daar hebben wij nooit aan meegedaan. Dus het is geen wraak. Het is meer... Tuurlijk, we hebben veel tegenwerking gehad van de Surinaamse autoriteiten. Dat lees je in het boek, dat is gewoon zo. En we hebben een geschil met Vijay Kirpalani. Nou, ja. Dat hebben we ook nog gezegd. Oké, dat is zo en laten we het uitvechten. Maar als ik dan 10 edities bagger over mij heen krijg, wat in de ware tijd wordt gezegd door een journalist, 10 edities, dan denk ik... Dit is smaad, dat is echt smaad en lastig. En wij vermoeden, want ik heb begrepen dat Ivan Cairo in een mooie nieuwe auto rijdt. Nou, daar ben ik blij mee, hè, als dat zo is. Dat er natuurlijk meer gespeeld. Want een journalist die 's ochtends wakker komt en die komt, ik ga zijn artikeltje schrijven, dat geloof ik wel. Maar als hij dan 10 edities schrijft en hij heeft mij 4 appjes naar mij gestuurd... En daar 10 edities van te schrijven, hè, zoals nu weer in de krant staat, De Ware Tijd, door Ivan Cairo, dat wij 1 miljoen hebben gestolen, of 1,2 miljoen. En dan denk ik, dat is helemaal niet waar. Wat er ook in staat, dat de reden was dat Kirpalani en ik gebrouilleerd raken. Dat is ook helemaal niet waar. Dat is een broodje aapvaal. En dat kunt u aantonen. Zullen we ook in de rechtbank aantonen. He, we hebben nog steeds alle mails en we hebben gesprekken. We hebben de brieven. Dat is niet zo. Dat de oorzaak is dat we uit elkaar gingen. Nadat hij niet mocht veilen, heeft hij daar de oorzaak van gemaakt. Ja. Nou, en eigenlijk die 10 edities... was voor mij echt wel de zekerheid van... ik ga een boek schrijven, want... Ik kan er ook niet zo doen, ben in Nederland. We hebben aangifte gedaan op de politie. 10 edities met bagger. Is maat en last, dat mag niet. Nou, dan moest ik weer naar een advocaat in Suriname gaan. En ik denk, nou, daar heb ik ook geen zin in. Dat duurt ook 2 jaar. Dus toen heb ik mijn boek geschreven. Ja. En ik wil dat er een oplossing komt voor mijn probleem. En of dat nou eens een keer is in een vonnis wat al jaren loopt, vind ik ook goed. Ze zijn veroordeeld ook om 2,5 ton mee te betalen. Euro hebben ze ook nooit betaald. En dan denk ik, ik ga nou een boek schrijven. Nou moet het maar eens ophouden. En dat boek moet de basis vormen dat de instelling van de overheid, hoe ze met investeerders omgaan, die moet veranderen. Suriname moet niet op 185 blijven staan. Die moet dadelijk in de top 10 of de top 20 komen te staan.
Dat moeten ze doen. En dan maak je een groei mee in Suriname. Maar om een ieder die wat zegt monddood te maken, nou, daarmee ga je geen groei bewerkstelligen, hoor. Oké. Als de zaak hier in Suriname wordt behandeld, trouwens, het zal in Suriname worden behandeld, want de zaak is ingediend bij de PG. En als er een uitspraak wordt gedaan, u bent in Nederland, zult u daarvoor buigen? Als het een PG, hè, want hij wil dat er een strafzaak, dat staat 5 jaar gevangenisstraf op, laat hij het doen. Moet hij doen. Moet hij kijken op het wereldtoneel hoe die wordt gezien. Hij maakt zich helemaal belachelijk, die man. Die doet het compleet fout. Hij had gewoon politieagent moeten blijven, maar dit is echt de waanzin ten top. Laat hij het doen. Laten ze mij gevangenisstraf geven, omdat ik een boek heb geschreven. U zegt de president maakt zich belachelijk. Wat zegt u? U zegt de president maakt zich belachelijk. Als hij dit doorzet, natuurlijk wel maakt hij zich belachelijk. Zeg, wie gaat nou iemand die een boek schrijft waar geen leugens in staan, en dan ga je zeggen van dan krijg je 5 jaar gevangenisstraf. Of 3 jaar. Ik bedoel, ze hebben toch geen uitleveringsverdrag, hoor. Dus er komt toch helemaal niks van terecht. Ik begrijp niet, in Nederland zou ze het nog ineens serieus nemen. Ik bedoel, het is echt onzin. Maar ja, als hij dat wil doen en hij wil... In Suriname kan hij het voor elkaar krijgen. Hè? De wet is geloof ik van 1940 of zo. Mm. De majesteitsschenniswet. Nou, dat, in Nederland is dat al lang veranderd. Hè? Dat is met de tijd meegegaan. Bij jullie is het nog uit de tijd, dat noemen wij uit de tijd van Barabbas. En die moet ook vernield worden. Nou, dat noemen ze nu de muilkorfwet bij jullie. Maar die is al lang achterhaald. Dat kan niet meer. Okay. Als hij dat wil doen, ik zeg tegen hem, president Santokki, doen. Laat mij een gevangenisstraf krijgen van 3, 4 of 5 jaar. Doen. Laat zien dat je de baas bent. Doen. Nou, meer kan ik ook niet zeggen. Laat hij het doen. U klinkt alsof u... Ik geloof het helemaal. U klinkt alsof u... Ik weet niet of ik het woord moet gebruiken. Voelt u zich geïntimideerd? Wat ben ik? Voelt u zich geïntimideerd? Nee, dat totaal niet. Nee. Niet? Nee, ik ben niet gauw bang. En u weet het, hè, er is een schietpartij bij mij geweest. Ik bedoel, daarna ging ik weer rustig slapen. Dus nee, dat ik voel me totaal. Ik ben niet bang. Ik vind gewoon, ach, het is weer een beetje spanning in het leven. Maar hij maakt zichzelf belachelijk. En... het probleem van Suriname wordt daarmee niet opgelost. Hij moet de oorzaak bekijken en dat doen ze in Nederland wel. He, ook in Nederland worden de fouten gemaakt. En dan komt er een commissie om te oordelen. He, de toeslagenaffaire, dat is een hele rel geweest in Nederland. Nou, dan gaan de koppen rollen en dan gaat iedereen zeggen wat er is. En de mensen worden schadeloos gesteld. En dan gaan we weer met een nieuwe verse start verder. De president die zegt, iedereen die iets schrijft wat wij niet leuk vinden, daar moeten we hard tegen optreden. Eensgezind, daar moeten we wat aan doen. En jongens, dan komt Suriname niet verder vooruit. Je moet het erkennen als het fout is. En dan moet je de oorzaak, daar moet je wat aan doen. De oorzaak, niet het gevolg. Is het doel bereikt? Nou, tot nu toe wel, gaat heel goed. Volgende week zit ik op een Caribische zender. En het gaat als een olievlek. Dus dat wil ik ook. Of de overheid, die moet gewoon met mij de deal aangaan van hoe lossen we het probleem op. En dan kunnen ze naar mijn advocaat, meester Jasmijnals. Hoe gaan we dat doen? Kijk, als ik word gerehabiliteerd, als ik mijn farm af kan maken, dat ik een restart kan doen. Ik bedoel, dan wil ik best wel in de krant staan met handjes schudden en dat alles zakelijk is opgelost. Als dat ook zo is. Ik ga niet liegen. Ja. Maar als ze denken, die Van den Berg moet zijn mond houden, hij is gewoon alles kwijt. Dan hebben ze een verkeerde aan Van den Berg.
als hij de ruimte krijgt om weer zaken te doen met Suriname of in Suriname, gaat hij terugkomen? Als ik de importvergunning weer krijg en de problemen worden opgelost, dan ga ik zeker terug. Okay. Ik bedoel, laat me eerlijk zijn. Ja. Er staan 7 woningen daar van mij. Bedrijfsruimte, er staat alles. En dat staat gewoon te verloederen. Ja, maar ziet u dat gebeuren? Want nu al zit u overhoop met de president van de Republiek Suriname over een koffer. En u denkt nog zaken te komen doen hier. Hoe ziet u dat werken? Want de faciliteit moet er zijn, toch? Ja, maar over 2 jaar is hij toch geen president meer? U zegt over 2 jaar is meneer Santokki geen president meer? Denk ik van niet. U bent er overtuigd van, dus? Dat denk ik. Ja, als ik zie als NDP een bijeenkomst houdt hoe druk het is. En als ik zie als er een bijeenkomst is van de VAP. Dan is het toch wel heel erg stil. En als ik de berichten lees in de kranten. Als ik Facebook lees. Dan denk ik niet dat die de meerderheid krijgt. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat we dan een betere krijgen. Let op, dat is wel weer contradictioneel. Ja. Dat wil niet zeggen dat we een betere krijgen. Dat weten we dan ook niet. Maar ik denk niet dat de president op dit moment wordt herkozen. Ja. We gaan afsluiten, meneer Gerard. Wat geeft u mee, tot slot, van dit interview? Wat ik mee wil geven aan de luisteraars, aan de mensen die in de Nationale Assemblee zitten. We moeten naar een oplossing gaan. Dat is voor Suriname, voor iedereen het beste. Ja. Ik wens heel veel succes toe met wat u doet. Ook met de aanklacht. We hopen dat het recht zal zegevieren. We staan achter niemand, maar we hopen gewoon dat het recht zal zegevieren. Dank u wel. Zeer zeker. Dank u voor uw tijd. Oké. Mooi. En zo hebben wij gesproken met de heer Gerard van den Berg vanuit Nederland. Hij heeft zijn mening en natuurlijk zijn mening gegeven over de zaak. Er is een aanklacht ingediend door de president van de Republiek Suriname, de heer Santokki. Hij is er niet blij mee dat zijn foto op een koffer komt, waar je dus dan gewoon kan lezen zaken doen in Suriname, corruptie op het hoogste niveau. En dat moet weg. Meneer Gerard, die heeft duidelijke taal gesproken in deze uitzending. Gerald Harderwijk blijft de naam. Roberto is de baas. We zijn er later weer.